Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Ik ben een giraf. Ik ben een dinosaurus. Oh, kun je ook een galopperend paard nadoen? We komen nog te laat op school als we niet opschieten. Dag mama. Tot straks. Het is een mooie dag voor schaduwen, vind je niet, Kajoe? Ja, dat komt omdat er geen wolken zijn. Als de wolken voor de zon staan, zijn er geen schaduwen. Tjonge, wat weet jij veel over schaduwen, zeg? Kajoe vond het heel spannend toen juffrouw Martin zei dat ze binnen ook schaduwen mochten maken. Oh, wauw! We doen net alsof deze zaklamp onze zon is. Wie wil er schaduwen maken? Dat ben ik. Wat gebeurt er als er een wolk langskomt? Kajoe? De wolk gaat voor de zon en dan is er dus geen schaduw. Dat klopt, Kajoe. Jij weet veel over schaduwen, zeg. Jij bent vast een wetenschapper. Wetenschappers leren ons dingen over de wereld om ons heen. Kajoe was heel erg trots op het feit dat hij een echte wetenschapper was. Heb jij zin om dinosaurusschaduwen te maken als we buiten gaan spelen? Ja! Maar tijdens het buitenspelen overkwam Kajoe iets onverwachts. Wauw! Oh! Waar is onze schaduw heen, Kajoe? Kajoe dacht dat hij alles wist over schaduwen, maar daar had hij geen antwoord op. Wie het eerst bij de glijbaan is. Hij had nog wel een schaduw, maar die was nu heel erg klein. Kajoe was erg teleurgesteld. Kajoe, wat is er aan de hand? Kajoe vond het leuk om een wetenschapper te zijn. Hij wilde niet toegeven dat hij niet wist waarom zijn schaduw was verdwenen. Maar hij wilde ook heel graag weten waarom hij was verdwenen. Juf Martin, waarom is mijn schaduw weg? Dat is een hele goede vraag van je, Kajoe. Zullen we daar binnen over praten? Kajoe heeft een vraag. Kun je hem voor iedereen herhalen? Niet verlegen zijn. Wetenschappers stellen altijd dat soort vragen. Echt waar? Absoluut. Zelfs wetenschappers willen meer leren over dingen. En om meer te leren, moet je nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Waarom had ik geen schaduw meer toen ik net naar buiten ging? Nu zijn we allemaal wetenschappers die dit probleem proberen op te lossen. Goed, wat weten we van schaduwen? Je krijgt schaduwen als er iets voor het licht komt. Klopt. En als we buiten zijn, dan is dat felle licht de zon! Precies, ja. Goed. Staat de zon altijd op dezelfde plek in de lucht?
Als ik vroeg opsta, dan zie ik de zon opkomen. Hij komt op achter het huis tegenover ons. En 's avonds gaat hij weer onder. Nu denken we net als wetenschappers. Dus, de zon is te zien op verschillende plekken in de lucht. Als de zon beweegt, bewegen de schaduwen ook. Juist. En waar stond de zon toen we net buiten aan het spelen waren, Caillou? Caillou dacht heel diep na. En ineens herinnerde hij het zich. Ik weet het weer. Hij stond recht boven mijn hoofd. Precies. Nu creëren we dezelfde situatie in ons lab. Lab? Zo noemen we ons lokaal als we wetenschappers zijn. Het heet een laboratorium. Dit is zonsopgang. Zo zag je schaduw er vanmorgen uit, toch, Caillou? Ja! Nu plaatsen we de zon waar hij daarnet was. De schaduw is weg. Heel goed, Caillou. En wat denk je dat er straks gaat gebeuren? Eens kijken. Daarnet was de zon nog hierboven. En daarna zakt die dan dus naar beneden. Dat betekent dat de schaduwen straks weer terugkomen. Nu heb je gedaan wat wetenschappers doen, Caillou. Je hebt een vraag gesteld, de feiten bekeken en geraden wat er later gaat gebeuren. Straks gaan we naar buiten om te kijken of Caillou gelijk heeft. Oh, wat was het leuk om een wetenschapper te zijn. Maar Caillou was wel een beetje nerveus vanwege zijn gok. Had hij gelijk of niet? Toen Jonas in de walvis zat, toen dronk hij van het zilte natrie. 1, 2, 3! Goed gedaan. Zullen we naar buiten gaan om te kijken of Caillou gelijk had en onze schaduwen terug zijn? Ja! Jij bent een hele goede wetenschapper, Caillou. Weet je waarom? Omdat ik gelijk had. Nou, vooral? Omdat ik vragen stelde. Precies, ja. Juf Martin, ik heb nog een vraagje. Vraag maar, Caillou. Mogen we schaduwtikkertje spelen? Natuurlijk. Ik pak je, Leo. Caillou leerde hoe belangrijk het was en hoe leuk het kon zijn om vragen te stellen. Hoogvliegers! Caillou was erg opgewonden. Zijn oudere vriendje Daniel kwam dit weekend logeren, omdat zijn ouders weg waren. Wanneer komt Daniel aan, mama? Oh, hij zal zo wel komen, Caillou. Heb je er zo'n zin in? Ja, Daniel is leuk. Hij kan skateboarden en fluiten en hij weet alles over dinosaurussen. Ja, Daniel weet heel veel, hè? Daniel weet echt alles. Weet hij alles? Echt waar? Hij is er! Hey Caillou, hoe gaat het met jou? Kom op, we gaan spelen. De Stegosaurus is de gaafste dinosaurus. Hij heeft een schild en stekels. Nee, de Tyrannosaurus Rex is het gaafst. De Tyrannosaurus is de koning van de dinosaurussen. Caillou dacht dat Daniel alles wist over dinosaurussen. Dus moest hij wel gelijk hebben. Ja, de Tyrannosaurus Rex is het gaafst. De Stegosaurus is eigenlijk maar dom. Hé, hey, weet je, ik vind dinosaurussen niet zo leuk meer. Moet je dit eens zien? Een vliegtuig? Ja, vliegtuigen zijn echt vet. Caillou wilde graag op Daniel lijken. Dus was hij het met hem eens. Ja, vliegtuigen zijn cool. Ik vind ze te gek. Oh ja? Welke vliegtuigen heb jij? Ik weet het niet.
Caillou zocht en zocht, maar het enige vliegtuig dat hij had was een model dat opa hem had gegeven. En dat was nog niet in elkaar gezet. Ik heb geen vliegtuigen. Het spijt me, Daniel. Maakt niet uit, joh. Ik maak er wel een. Caillou stond vol verbazing te kijken, terwijl Daniel snel het papier vouwde. Dat is een vliegtuig! Ja, en moet je eens kijken. Wauw! Wauw! Kan ik er ook een maken? Tuurlijk, dat is hartstikke makkelijk. Je vouwt het papier eerst zo. En dan aan de andere kant. Zo. Hier, kijk maar. Zie je? Klaar om op te stijgen? Zeker! 3, 2, 1. Ja! Nou, jouw vliegtuig vloog veel beter dan die van mij. Ach, dat was best wel goed voor de eerste keer. Ik heb dorst. Vind je het goed als we wat gaan drinken? Tuurlijk. Wacht even. Caillou had ook best dorst. Maar het papieren vliegtuigje had hem op een leuk idee gebracht. Wow! Wat is dit? Oh, ik zie het al. Het is een geheime boodschap. Zo te zien heeft er iemand dorst. Dat zijn wij, mama. Mogen we wat drinken? Mama, zag je hoe mijn vliegtuig vloog? Daniels vliegtuigen vliegen nog beter. Ze zijn te gek. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Caillou, heb je Daniel het modelvliegtuig van je opa laten zien? Nee, hij is nog niet in elkaar gezet. Echt waar? Zullen we hem dan gaan bouwen? Ja, ik ga hem halen. Veel plezier, hè? Roep maar als jullie me nodig hebben. Dank u wel. Dit gaat echt te gek worden. Ja! Dat ziet er moeilijk uit. Nee joh, dat is een makkie. We kunnen het best zonder de handleiding. Zie je wel? Caillou had er minder vertrouwen in dan Daniel. Maar het plaatje hielp hem om te zien waar de onderdelen moesten komen. Caillou was trots. Hij had twee onderdelen van de staart van het vliegtuig aan elkaar vastgemaakt. Kijk, Daniel! Oh, te gek, Caillou! Kijk, ons vliegtuig is af en klaar om te vliegen. Caillou dacht dat het vliegtuig niet helemaal klopte. Daniel, ons vliegtuig ziet er anders uit dan die op de doos. Waar heb je het over, joh? Hij is perfect. Het is tijd om te vliegen. Caillou twijfelde nog steeds. Maar hij dacht dat Daniel alles wist. Dus wat hij over het vliegtuig zei, moest wel kloppen. Piloot aan co-piloot, klaar om op te stijgen? Ik ben klaar. Daar gaan we dan. Ja! Oh, nee. Er is vast iets mis met het vliegtuig. Dat is balen. Nou ja, kom mee, Caillou. Laten we maar weer terug naar binnen gaan. Caillou wist zeker dat de vleugels van het vliegtuig verkeerd zaten. Hij besloot om ze zelf te veranderen. Daniel, misschien zaten de vleugels verkeerd om. Misschien heb je wel gelijk, Caillou. Laten we het proberen. Hij doet het! Wat goed, Caillou. Je hebt hem gemaakt. Ik had eigenlijk toch gewoon de handleiding moeten lezen. Jij bent echt super slim, zeg. Dank je.
Piloot aan co-piloot, klaar om op te stijgen. Caillou was heel erg trots. Nu wist hij dat zelfs iemand van zijn leeftijd een ouder vriendje dingen kon leren. De bladerberg van Caillou. Dat was een behoorlijke klus. De papa van Caillou was de hele dag bezig geweest om de bladeren in de tuin op te ruimen. Wauw! Moet je al die bladeren zien? Inderdaad. Iedere herfst gebeurt er hetzelfde. De boom verliest zijn bladeren en ik moet ze opruimen. Wow! Ik kan niet wachten tot ik papa ben en alle leuke klusjes mag doen. Nou, als jij vindt dat bladeren opruimen leuk is, dan weet ik nog wel een herfstklusje dat je heel erg leuk gaat vinden. Je mag in die berg bladeren springen. Nog een keer. Caillou had het ontzettend naar zijn zin. Hij wist niet dat in de bladeren springen zo leuk kon zijn. Nog een keer! Wauw! We zijn nu al heel lang aan het springen, Caillou. Laten we er maar mee ophouden, want het is bijna etenstijd. Caillou was een beetje teleurgesteld. Hij wilde doorgaan met dat bladeren springen. Oh, mag ik doorgaan met springen, papa? Ik vind het zo leuk. Ik wil je lol niet bederven, Caillou, maar het is tijd om op te ruimen. Ha, kom eens terug, jullie. Dit wordt nog lastig. Kun jij me even helpen, Caillou? Oké. We zijn klaar. Zie je, Caillou? Voor ieder probleem is er een oplossing. Je moet gewoon je verbeelding gebruiken. Of je handen. Laten we maar naar binnen gaan. Maar papa, wanneer kan ik weer in de bladeren springen? Oh, waarschijnlijk pas de volgende herfst. Maar misschien vind je wel wat anders om in te springen. Dat leek Caillou best een goed idee. Maar hij vroeg zich wel af wat net zo leuk zou kunnen zijn als in een bladerberg springen. Caillou, waar ben je mee bezig? Ik wilde op die stapel kussens springen. Op de kussens springen? Sorry hoor, maar dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar mama, ik deed net alsof het een bladerberg was. Oh, ik snap het. Tja, misschien kun je ergens anders wel een bladerberg vinden. Oh, oké, mama. Mama zei dat ze het geen goed idee vond om op de bank te springen. Maar ze had niets gezegd over het bed van Caillou. Hij veert! Caillou, wat ben je aan het doen? Ik probeer iets anders te vinden om op te springen. Oh, Caillou. Springen is leuk, dat weet ik. Maar je bed is niet het juiste ding om op te springen. Dat is bedoeld om in te slapen, dat weet je toch? Het duurt nog even voor het eten klaar is. Dus waarom vraag je niet aan Rosie of je op haar zitzak mag springen? Dat is ook leuk. Ja, Rosie's zitzak. Caillou dacht dat hij het perfecte voorwerp had gevonden om op te springen. Caillou, verhaaltje voor lezen. Het spijt me, Rosie. Ik heb geen zin in een verhaaltje. Ik wil springen. Kun je opstaan? Dan gebruik ik je zitzak. Verhaaltje! Ik heb een goed idee. We delen hem gewoon. Oh, schuif eens een stukje op, Rosie. Caillou en Rosie probeerden de zitzak te delen. Maar er was echt niet genoeg ruimte voor twee kinderen. Het past niet, het past niet. Oh, ik kan echt nergens springen. Dag, Caillou. Caillou werd een beetje sip.
Hij wist geen enkele plek waar hij kon springen en plezier kon hebben. Op de bladerberg na dan. Oh, het bed van Gilbert. Oh. Gilbert, daar wilde ik net op gaan springen. Oh. Zie je, Caillou? Voor ieder probleem is er een oplossing. Je moet gewoon je verbeelding gebruiken. Of je handen. Papa, ik weet het. Papa maakte de berg van heel veel blaadjes. Mijn kussen. Ja, dat is leuk. Caillou vroeg zich af wat hij nog meer op de berg kon leggen. Ja! Papa had dus gelijk. Voor ieder probleem was er een oplossing. Ha, dit gaat de meest verende berg ooit worden. Wauw, zo te zien heb jij heel veel lol. Ja, ik heb mijn eigen bladerberg gemaakt. Nu hoef je niet meer te wachten tot de volgende herfst. En je ruimt straks je kamer op als je weer klaar bent, toch? Ja, straks hark ik alles weer aan. Ik wil je plezier niet bederven, maar het eten is bijna klaar. Je hebt vast trek door al dat springen. Goed, ik kom er zo aan. Caillou was heel erg blij. Hij had een geweldige nieuwe bladerberg gemaakt om op te springen. En hij had ook nog eens gezelschap. Koos hij ook springen? En zo kwam Caillou erachter dat hij ieder probleem kon oplossen als hij zijn fantasie maar gebruikte.